Op zaterdag 10 maart 2012 behaalde Imogen de Roos uit het veld voor de tweede keer de titel Nederlands kampioen judo in de categorie onder de 15 jaar en onder de 63 kilo. In 2010 werd zij voor de eerste keer Nederlands kampioen en in 2011 behaalde zij de tweede plek in het judokampioenschap. De gemeente Hollands Kroon wil deze bijzondere prestatie natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Vandaar dat er een huldiging werd georganiseerd op donderdag 26 april jongstleden. Sportwethouder Jan Steven van Dijk zette Imogen in het zonnetje. Dan ga ik je feliciteren met het resultaat. Ik geef van mij een oorkonde van de gemeente. Ik geef van mij een bos bloemen. En dan denk je, we moeten wel een spul. Dan doen we er ook een CVV-bon bij. En dan kan je er denk ik mascara of iets dergelijks verkopen, want daar ben je ook mee bezig.
Lokaal en betrokken. RTV Hollands Kroon.